dit programma zou ook kunnen heten Op de Koffie Bij, zoals je net zei. Op de Koffie Bij, de stille krachten van Nederlek. Want jullie zijn genoemd door iemand die in een van de vorige uitzendingen zat bij ons, Inge Verwaal. En die vroegen we ook iemand te noemen, die ook, net als zij, heel veel voor de gemeenschap in Nederlek heeft gedaan. En eigenlijk, als zij jullie niet had genoemd, had ik jullie wel genoemd. Want ik was nog geen week inwoner van Lekkerkerk. Ik kwam van de supermarkt vandaan. En ik liep daar langs die straat en ik zie een bordje staan. De koffie staat klaar. Nou ja, ik kende nog niemand. Dus ik ging naar binnen. En ik zag Jan, zag ik. En daar kreeg ik een hand van. En Laida kwam naar me toe en die gaf me een bakje koffie. En die stelde me aan iedereen voor. Ja, en zo was eigenlijk mijn eerste heel prettige kennismaking met de gemeente als Lekkerkerk. Heel open, heel sociaal. En jullie waren en zijn voor mij daar een voorbeeld van vanuit de kerk. Waar ik voor het eerst mee hier in deze gemeente mee in aanraking kwam. Kun u wel vertellen, hoe is dat zo bij jullie gegaan vanuit het verleden met die kerk? En van alles wat jullie daarin gedaan hebben? Ja, dat is zomaar vanzelf gegroeid. Hè. We zijn als kinderen gewoon al meegenomen door onze ouders. En mijn vader deed ook een heleboel in de kerk. En zo loop je er vanzelf gewoon in. Mijn vader deed bijvoorbeeld ook zonder schoolwerk. En toen wij 16, 17, 18 waren, zijn we dat ook gaan doen. Ja. En je rolt van het een in het ander. Ja. Hoe vond jij de verhalen van je vader? Was dat leuk? Nee, dat was altijd wel heel erg leuk, ja. Ja? Ja, hij vertelde altijd bij flanelbord op de zonneschool. En dat was heel leuk met die plaatjes erbij en zo. Ja. Dat is zo'n bord waarop je wat prikt, hè, geloof ik, van die dingen. Platen. Ja, platen die je uitknipt en er zit dan flanel achter. Ja. En die blijven zo op zo'n bord hangen. Ja. We hebben het bord nog steeds. We gebruiken het zo'n heel enkel keer gebruiken we het nog wel eens een keer. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus mij als kind ook. Ik had een leraar bijbelgeschiedenis op de lagere school. En ja, dat je dat dan voorzag, hoe ze op die kamelen door de woestijn gingen en zo. Dat zijn verhalen waar wat spanning in zit, zal ik maar zeggen. Oh ja. David en Goliath. Ja, natuurlijk. Ja. 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 En we vinden ouders verantwoord. Want het gaat toch wel een beetje om... Nou, ik krijg er zelf wel iets meer moeite mee de laatste jaren. En ik denk van er zit wel soms wel erg veel geweld in en zo. Ja. Dus ik probeer dat dan altijd maar... ik vertel ze wel, maar... Hoe los je dat op? Niet meer zo krijgshaftig als... Niet meer zo krijgshaftig. Iets minder zwaardgerinkel erbij. Ja. Dan op die manier. Nee, maar het hoort er wel bij. Die verhalen staan ook in de Bijbel. Wanneer is dat? Die zonderschool. Zonderschool? Dat is zondagmiddag van 2 tot 3. 2 tot 3. Ja, en het heet zondagschool, maar het is natuurlijk niet echt een school. Nee. Ja, we hopen wel dat kinderen er wel iets leren natuurlijk, maar het moet ook gezellig zijn. En welke leeftijd? Van 4 tot 12. Van 4 tot 12? Ja. We hebben nu dan dat verdeeld in 2 groepjes. Van 4 tot 6 en van 7 tot 12. En jij doet de ene en Leida? Ja, jij doet de kleintjes. Ja. Jij doet de kleinste? Ja. Oké, en wat staat voor de komende keer? Nou, we moeten pas eind september beginnen. Oh, eind september. Je hebt nog geen onderwerp heb je gekozen. Nee, dat moet nog allemaal even op de rails gezet worden. Ja, ja. En welke spreken de kinderen nou het meest aan? Zijn er bepaalde? Of vinden ze het allemaal wel mooi? Dat verschilt per kind, hè? Ja. Ook voorkeur. Ook zo. Ja. Dat is ook zo. Goh. Ja. Wat voor soort dingen doen jullie daar nog meer met de kinderen? Van, is het alleen... We vertellen dus eerst een verhaal. Ja. En alles wat er verder gebeurt, dat is eigenlijk allemaal rondom dat verhaal. We zingen wat met de kinderen. We zoeken meestal een liedje op dat ook over het verhaal gaat. Ja. En daarna doen we een puzzeltje, een quizje, een werkje. Wat we kunnen knippen en plakken. Ja. En een lekker glaasje limonade erbij? Nee. Nee? Nee, dat doen we al. Ja. Ik dacht net als de koffie. Ja. Op de... Nee, dus voor 2 tot 3 en zo heel af en toe trakteert er wel eens iemand. Okay. En met een speciale gelegenheid. Ja. Zo rond de Pasen, dan trakteren wij de kinderen ook wel eens op een...
ook wat limonade of een ijsje of zo. Of, ja, ja. Ja. Maar dat is niet nee, uitgezonderd. Nee. Dan kwam ik gisteren bij ons voorgesprek, had je het over een eerste cd. Nieuwe liedjes rond de Bijbel. Nou, het ziet er heel leuk uit, heel kleurrijk. 23 liedjes voor kinderen van 4 tot 12 jaar. En hij heeft, ja, veel mensen hebben het idee van kerkliedjes en dat is allemaal zwaar en dat is allemaal moeilijk. Dit is ook allemaal zwaar en moeilijk? Nee, we zingen daar niet alle liedjes van, maar wel een aantal. En er staan er een paar op die, ja. Dat kan ook. Ja. Die horen wel bij de favoriete liedjes van de kinderen. Ja. Nou, dus, kan je er eens eentje daarvan laten horen? En het hoe is dat... wel grappig, er staat één lied op, dat is eigenlijk qua tekst, als je het leest, denk je, ja, het zijn allemaal losse woorden achter elkaar. Ja? Er zijn dus alle Bijbelboeken, die staan achter elkaar, Genesis, Exodus, Leviticus. En daar hebben ze een liedje van gemaakt en dat is een liedje wat ze wel graag zingen. Ja, leuk. En meteen leren ze het aan die Bijbelboeken ook uit hun hoofd. Dus, nou, ik ben echt benieuwd, want je wil ook een beetje reclame maken, begrijp ik. We kunnen nog wat kinderen bij. Moet ik hem aanzetten? Ik weet niet of het horen is op de... Ja, daar zorgen we voor. Okay. Losse woorden, hè, achter elkaar. Ja. Ja. Het is een blues. Ja. Een bluesnummer. Dan ken je zo is, van. Er komt nog een refrein en dan komt er straks nog een vluggere versie. Dus dat, Okay. De meeste kinderen willen eigenlijk met die vluggere versie beginnen. Ja. Nee. Leuk ritme. Zo. En kan jij dit zelf ook meespelen? Ja, ik heb er ook bladmuziek van. Dus, Ja. Momenteel niet bij de hand. Maar, jammer. Ja. Jammer. Ja, dat had ik graag gehoord. Nou, daar ook eens wat anders voor van je. Omdat net met die muziek vond ik heel aantrekkelijk klinken, heel leuk. Ik hoorde dat jij ook een stukje mee kan spelen soms op die liedjes. Dat maakt het helemaal levendig. Zijn er nou nog andere dingen die het aan de ene kant leuk maken, maar ook aantrekkelijk maken? Het is toch altijd fijn, ja, als je toch als kind wat kennis over de Bijbel meekrijgen op een wat speelse manier. Hebben jullie daar nog wat andere manieren dan het verhaal of het liedje? Buiten het zingen doen we dus ook quizjes en kleurplaten hoe noem je die andere dingen? Puzzelbladen en zo. En daar leren ze op hun manier ook van. En dat proberen we op elk niveau. Kleurplaten zijn meestal voor de kleinere kinderen. Ja. Ja. En puzzelbladen voor de wat grotere kinderen. Ja, ja. En af en toe wat knip- en plakwerk. En, Kan je nou eens zo'n voorbeeld laten zien van, daar hebben we het dan over. Dat laten we inkleuren, daar laten we ze mee aan de slag gaan. Ja, en daar heb je wat aan, ook als kind, als je dat meeneemt. Ja. Hè, zo in je rugzakje. Ja, we hebben zo'n voorbeeld. We hebben hele mappen van. We hebben er hier eentje liggen, maar waar een deel in ligt. Oh ja. Vertel hier eens wat over. Hoe gaat dit? Ja, dit is de Ark van Noach. Hè, maar daar staat een puzzel. Dit is een puzzelblad. En dan moeten ze het verhaal in de goede volgorde zetten. Dus als ze het geluisterd hebben, dan kunnen ze daarna aan de hand van de plaatjes snappen hoe het begin en waar het hoe je naar het einde gaat. Ja, en hierboven heb je twee dezelfde plaatjes waar 10 verschillen in zitten. Hè. Dus dan gaan ze toch echt heel serieus naar die plaatjes zitten kijken om die verschillen te ontdekken. Ja. Ja. Wat goed. Ja. Nou, dat is heel levendig. Ja, goed. Over elk verhaal. We hebben inmiddels een verzameling van 1200 verschillende puzzelvellen. Oh, dan kun je wel vooruit. We kunnen wel een x-aantal zondagen vooruit. Ja. Ja. Ja, woordzoekers, dat is voor de oudere kinderen is dat altijd heel leuk. Ja, Leida. Toch een heel kort vraagje aan jou. Iets wat je toch wel lastig vond om daarover te hebben. Omdat je het heel normaal vindt. Maar juist omdat ik het... abnormaal is misschien niet het goede woord in deze tijd vind. Ik kom uit de grote stad. En dan kom je in verpleeghuizen, kom je mensen tegen. En die krijgen 2 keer per jaar krijgen die visite. Een keer met hun verjaardag en een keertje met kerst of met nieuwjaar. En toen hoorde ik van jou, dat jij, jullie moeder woonde bij jullie in. Maar dat je zelf je werk hebt opgegeven
en jarenlang ben bezig geweest, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. En dat je zegt, ja, daar hoef ik het niet over te hebben. Nou ja, ik vind het in ieder geval voor iemand die uit een stad als Rotterdam en Tilburg komt, ja, vind ik het echt iets bijzonders. Hoe heb je daarvoor zo kunnen kiezen dat mensen dat nog doen? Ik ken dat niet. Wil je dat eens? Hoe zit dat? Ik vind het dus niks bijzonders voor mezelf niet. Ik wil het gewoon heel erg graag doen. Ja. En ik heb het ook beslist geen seconde als plicht gevoeld. Mijn moeder die is behoorlijk oud geworden. Ze is 91 jaar geworden. En de laatste paar jaar kon ze dus niet meer alleen overdag blijven. En ik werkte fulltime buiten Lekkerkerk. En dan had misschien een optie toch een verzorgingshuis geworden. Hoe goed de Brede Hendrik hier in Lekkerkerk ook is en bekend staat. Ik had altijd het gevoel, dat is goed voor een ander, maar daar wil ik niet mijn moeder hebben. Dat wil ik zelf doen. En ik was in de gelukkige omstandigheden dat ik ook ervoor kon kiezen om het zelf te doen. En we hebben er een hele fijne tijd zelfs ook daardoor gehad. Doordat ik gewoon alles zonder hulp van buiten kon regelen. En daar hebben we allemaal van genoten. Niet alleen zij, maar ook ik. Goh. Ja. Nou ja, ik wil je daar toch graag, al is het achteraf, mijn complimenten over geven. Ik vind ook toch, dat je dat nog tegenkomt. Vind ik bijzonder. Ja. En daarom vind ik het toch ook fijn dat je het kort hebt willen en noemen. We houden het hierbij. Je hebt gezegd, ja, dat is iets privés. En daar gaan we verder niet op in. Maar als iets van, ja, waar het in deze tijd heen gaat. En er worden allemaal voor wat jij deed hele moeilijke woorden verzonnen. Hè? Mantelzorg, hele beleidsnota's zijn erover. Enorme discussies. Ja, en jij deed meer dan dat. Hè? Want mantelzorg is iets wat mensen, die doen af en toe een keertje wat. Hè? Of meer, of minder. Maar je hebt dat volledig gedaan. Dus. Ja, en wat wel een voordeel is natuurlijk, mensen die professioneel in de zorg, die moeten de helft van hun tijd rapporten schrijven en zo. Ja. Dat kende je vanuit je vorige werk. Ja. Kende je dat nog bij de sociale dienst? Hè? Ja. Van alle tijd die gaat zitten in dat. Ja, dat is natuurlijk vreselijk, is dat, hè? Dat maar toeneemt. Ik heb natuurlijk ook in de zorg gewerkt en zorgplannen en al dat soort gedoe. Dan lijkt het wel alsof ieder ambtenaar die erbij komt, als een stempel wil drukken op iets, door te zorgen dat er een formulier bij komt en dat is van hem dan geweest. Daar lijkt het wel op, hè? Ja. Ja, nou ja, het is gewoon echt geweldig. Dan wil ik toch nog heel even terugkomen op waar ik kennis met jullie heb gemaakt. Dat is op die vrijdagochtend bijeenkomsten. Inloopochtend. Wil jij daar wat over vertellen, Leida? Van wat het is en wat vooral ook niet is of zo. Ik denk dat er ook wel veel vooroordelen over bestaan, een beetje. Ja, nou, het is in ieder geval, begin dit jaar zijn we ermee gestart, omdat we als kerk willen laten zien dat we niet alleen op zondag kerk zijn, maar dat gewoon 7 dagen per week. En dat de kerk voor iedereen toegankelijk is. En dat het juist ook met name gaat om contact te hebben met mensen. En toen zijn we begin van het jaar gestart met een inloopochtend. Dus elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur is iedereen die maar wil welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken. En voor een praatje of. Dat hoeft ook nog niet eens. Iemand kan ook zeggen, ik ga lekker in een boek zitten kijken met oude foto's. En een ander die zegt, ik heb wel zin in een spelletje. En die doet dat dan. En jong, oud, iedereen is daar welkom en kan zich daar thuis voelen. Je kan binnenkomen wanneer je wil en weggaan wanneer je wilt. Als je koffie maar opdrinkt. Ja, bijvoorbeeld. dat lukt meestal wel. Ja, dat lukt wel. En over het algemeen vinden de mensen het ook best wel gezellig. En als ze zelf een heugelijk feit hebben in hun leven, dan komt dat vaak op de inloopochtend wel weer tot uiting. Want dan komt er ineens toch een tractatie om de bocht. En dat is toch heel erg leuk. Ja. Zijn er ook, komen er nieuwe mensen bij de laatste tijd? Zie je dat ook? Of van is het toch een vaste groep mensen? Maar zie je ook wel eens wat nieuwe mensen komen als je zo de afgelopen maanden kijkt? Er is een bepaalde kern die,
die vrijwel elke week komt. Maar daaromheen krijgen we toch gelukkig elke week nog wel weer eens een keer een nieuw gezicht binnen. Ja. Ik krijg een brok van die McKeon. Maar dat... ja. ja. Zijn er ook vaste dingen op die ochtend van, in ieder geval een bakje koffie drinken. Ik heb ook zoiets gezien van, er lagen al zoiets als fotoboeken of zo, waren dat? Wat zijn dat? Zo, dat is iemand die dat verzorgt of is dat de kerk die dat verzorgt? Nou ja, ook degene die dus de organisatie van de inloopochtenden doet. Ja. En we hebben dus allemaal oude foto's, heel veel oude foto's van gebouwen en straten uit Lekkerkerk, maar ook van groepen mensen, verenigingen of dergelijke. En de uitdaging is nu wel dat we eens mensen vinden die weten ook wie die mensen zijn die op de foto staan, want dat gaat natuurlijk steeds meer verloren, vooral van vroeger. Dat weten alleen maar wat oudere mensen wie daar op de foto staan en dat weten wij dan ook niet. Echte lekkernaren ook. Ja. Moeten dat ook nog zijn dan? Lekkerkerkers. Ja, een lekker. Oh, zo. Ja. Verkeerde woord, ja. Ik ben import. Ja, en de laatste maanden hebben we ook een hoekje op die tafel met wat boeken uit Rotterdam. Want we hebben een aantal mensen die oorspronkelijk uit Rotterdam komen. Ja. Dus dat is, zoals ook, ik. Ja. ja. Dat is ook wel leuk. Ja, absoluut. Ja, het is heel aantrekkelijk om daar te komen. Heel aardige mensen ook. En heel open. Ja. Dat viel me vooral op. Dus dat moet zeker geen belemmering zijn. Nee. Dat mensen denken, dat is allemaal zwaar en dat is kerks. Maar ik kwam er binnen, kreeg een hand, kreeg van jou koffie. Ik werd voorgesteld. Ja. Je zit er gezellig bij de mensen en je wordt gelijk geaccepteerd. Ja. Het is echt heel sociaal. Het is voor iedereen. Het is niet alleen voor kerkmensen. Nee. Iedereen die... langskomt en denk ik heb wel trek in een kopje koffie, die komt lekker binnen. Ja, dat klinkt hartstikke leuk. Ik wil met iets leuks eindigen aan jou vragen, Jan. We hoorden net wat muziek voor de kinderen. Jij speelt ook in de kerk speel je. Ja, wat muziek. En ik wou met een stukje, is dat mogelijk, met een stukje muziek te eindigen in deze uitzending? Nou, dan moet ik even een stukje halen. Ja? Dat doe je al langer. Dat doe ik, meer dan 40 jaar speel ik al wel in de... Ja, dat kan ik horen. Kijk. Hoe ben je ermee begonnen? Heb je muziekles gehad? Of van je vader geleerd? Of? Nee, ik heb al orgelles gehad toen ik op de lagere school zat, zeg maar. En hoe ben je er zo ingekomen dat je werd gevraagd als organist? Ja, ze hadden op een gegeven moment niemand meer, dus zochten ze iemand die toch een beetje wist hoe het in elkaar stak. Ja. Ja. Jan, ik zie hier het Oude Testamentenlied, het liedje wat we net hebben gedraaid en dat zo mooi klonk. Ik zie hier dat ook staan in het liedboekje voor de zondagsschool, voor de kinderen. Nou, ik kan het niet zo mooi zingen als de kinderen het ongetwijfeld kunnen. Maar toen ik bladerde snel door dat boekje en kwam heel snel een aantrekkelijk liedje tegen.
heb ik zo ook een vraag over. Het heet De Blinde Bedelaar. En ja, wil jij dat proberen voor te lezen, Leida? Je hoeft niet te zingen. Maar... Nee, dat... De Blinde Bedelaar. Daar zit een man. Hij kan niet zien. Hij zit maar aan de kant. Hij roept dat men uit medelij wat geld geeft in zijn hand. Hij hoort wel stemmen om zich heen, maar hij ziet geen gezicht. Hij heeft nog nooit de zon gezien, nog nooit een streepje licht. Er komt een man die stil blijft staan. Hij geeft geen geld, geen goud, maar strijkt zijn ogen in met slijk. En dat wordt zijn behoud. Ik zie het licht, ik zie het licht. Mijn leven is gered. En wil je weten wie dat deed? De man van Nazareth. En dat is Jezus. Dus. Ja. Ja, het sprak me zo ontzettend aan. En dan kom ik toch weer even terug op jou, Jan. Omdat ja, de blinde bedelaar, het zegt het al, de bedelaar, de outcast in deze maatschappij, de mensen aan de kant van de samenleving. Ja, en dat was inderdaad de man van Nazareth, ja, die zich daarvoor opofferde en heel veel deed. Maar we hebben het nu over een stukje vrijwilligerswerk van jou gehad. Dat is hier in het dorp. Maar er waren nog heel veel ander werk van jullie alle twee aan vrijwilligerswerk. En nou, zoiets is ook van, het zou hetzelfde kunnen zijn, de vluchteling. En ja, als ik dat erboven zou zetten, wat zeg jij dan? Want ja, het hoort helemaal bij jullie. Als je hoort over ja, sociale dingen, nou ja, dan hoor ik jullie. En als ik zeg, ja, de vluchteling en ja, hoe heet dat, de man van Nazareth, wat zeg jij dan? De vluchteling, ja, ik ben een poosje bij vluchtelingenwerk betrokken geweest hier in Nederland. Daar ben ik ook zomaar een beetje ingerold. Ja. Ze zochten een penningmeester. En, oh ja, leuk. En dan dat een ik dat boekhouder. Soort, dat soort werk altijd gedaan had. Ja. Het kostte niet veel tijd, zei men. Oké, een paar keer per jaar bij elkaar komen. Een paar vergaderingen. Ja. En je moest natuurlijk die administratie bijhouden, begrotingen, jaarrekeningen. Ja, salaris moest betaald worden. Ja. Nou ja, eerst goed, dat leek, dat doe ik er wel even bij, dacht je. Ja, nou, daar had ik me dus een beetje in vergist, want dat ging uiteindelijk meer tijd kosten dan dat ik dacht. Want? Ja, subsidies werden teruggedraaid. Nou ja. Overleg met de gemeente en weer een overleg met ook de gemeente Ouderkerk, die hoorden er ook bij. En de provincie. En ja. De landelijke koepel. Dus, ging allemaal een heleboel tijd kosten. Ja. En toen kwam er uiteindelijk een fusie met andere vluchtelingenwerkorganisaties. Dus nog meer werk erbij? Dat kost ook even wat werk. Ja. Ja, nu ben ik daar vanaf. Maar ja, ik heb het ook wel met plezier gedaan. Hoor. Ja, het hoort ook een beetje in het verlengde van jullie denken, van jullie willen, van hoe je bent. En of het nou dichtbij is, zoals nou, met jullie moeder dan. Of het is de kerk hier, of het is wat verder weg met vluchtelingenwerk. Het is ja, wat voor je naasten doen. Dus doe ik hartstikke ja, mooi is dat. Ook een fijn gevoel voor jezelf, maar vooral ook voor anderen. Ja, nou ja, we doen het graag als het, we hopen het... Ja, als de gezondheid het toelaat, nog een poosje te blijven doen. Ja. En ook heel plezier, zoals de mensen daarvan genieten. Ik doe dat dan zelf op de vrijdagochtenden in die kerk. En ik kwam hier ook als nieuweling binnen. Ja, je bent gelijk opgenomen. Je voelt je gelijk welkom. Ja. En helemaal niet, er wordt geen afstand gehouden. En dat is een goed iets dat er is. Ja? Ja, dus op een andere manier. Van de gemeente kijken prachtige brochure. Dan staat u heet welkom. Maar ja, dat is dan een stukje papier. Ja. En bij jullie was het live. Ja. En dat is een goed initiatief vanuit de kerk. Ik zeg, kerk is bijzonder. Hè? Ik heb natuurlijk ook in Rotterdam gewerkt. En dan zeg ik altijd van, ja, je moet op een dorp komen wonen. Dus ja, absoluut. Hè? Zeker lekker kerk. Een hele sociale gemeenschap. Sluit mooi aan bij... dit van de blinde bedelaar met alles van wat jullie voor anderen gedaan hebben. Leida, Jan, ik wil jullie hartstikke bedanken. Bedanken waarmee het begon, toen jullie mij ook mee opnamen in jullie gemeenschap. Op de vrijdag ben me daardoor echt welkom gaan voelen in deze gemeente. Ik wil jullie bedanken voor dit interview vanmiddag. Ik ben onder de indruk voor wat jullie heel gewoon vinden. En voor mij is dat niet.
van ik kom uit gemeenten waar dat niet zo was en niet zo is. Jullie maken het, jullie maken hiermee deze gemeente ook een fijne gemeente. Namens ons drieën bedankt. En ik zie jullie vrijdag weer in de Ichterskerk. Ja. Daar kom ik iedere vrijdagochtend ook gezellig heen. Nou. Jan, Peter, hartstikke leuk. Tot vrijdag. Tot vrijdag. Ja.